Hoi, mijn naam is Noah en we zijn vandaag in Joret de Mar voor de opnames van Costa met twee uitroeptekens. Live op de set van Costa sta ik naast niemand minder dan mevrouw Abby Hoes. Hoe is het leven? Heerlijk is het leven. Ik ben lekker in Joret, denk je zelf. Ben je hier wel eens eerder geweest? Nee. Waar ging jij heen als tiener voor je jeugdvakanties? Oh man, ik ben één keer als tiener op een soort van surfkamp geweest en dat was het. Ik was echt braaf en hard. Zo onschuldig? Ja, absoluut. En surfen, doe je dat er nog steeds? Nee, nooit gedaan ook. Ik was daar uiteindelijk niet gaan surfen. Lies, dit is voor jou best wel een spannende dag, hè? Ja, dat is het zeker. Kijk, als je Costa zegt, dan zeg je feesten, proppers en cocktails. Mm-hmm. Barvrouw, cocktails. Mm-hmm. Je hebt een spannende dag. Wat gaat er gebeuren? Nou, ik moet een paar hele sikke cocktails gaan maken met een hele leuke flare tent act erbij. Maar... Flare tent? Ja, flare tent. Dat is gooien met flessen en zo. Ja. En iets zegt me dat jij dat absoluut... niet kon voordat deze film begon. Ja, wat toevallig dat jij dat zegt. Ja, ik kon het helemaal niet. Ik heb nog nooit echt achter een bar gestaan. Dus ik heb twee uurtjes een workshop gehad van Roy van de Fabulous Shaker Boys. Echt topper. En voor de shout-out naar jou. Ja, hij is echt gek. Thanks. En ik heb hier op het strand voor nadraaien in de bar in de lobby van het hotel. Met die flessen en ze vielen. En soms lukte het, soms niet. Het was echt strijden. Hé, hey, maar Abby, ik bedenk me eigenlijk net, Costa is best wel legendarisch. Het is een beetje, het heeft een cultstatus. Hoe is het dan voor jou om zo'n grote rol in deze film te mogen spelen? Nou, ik vind het dus eigenlijk wel fijn dat deze film is echt een op zichzelf staande film. En er zitten hele leuke kleine referenties in naar de originele Costa. Een soort kleine knipoog voor de echte oplettende kijker. Maar ik vind het heel erg fijn om deze film gewoon als een losse film te zien. Nou ja, ik wilde Costa maken. Ik werd er sowieso voor benaderd door de producent NL Film. Die zeiden van, Jon, wat zou jij nu in deze tijd doen met zoiets iconisch als Costa? En toen ben ik daarover na gaan denken. En toen dacht ik, ja, eigenlijk zijn er nu zoveel dingen verbeterd. Dus muziek, dans, waar we aan gewend zijn als kijker. Om naar te kijken door talentenshows en dat soort dingen. Dat... Om daar een 2.0 versie van te maken, dat leek me eigenlijk wel een onwijze uitdaging. Dus... Ik geloof niet dat de producent een heel vliegtuig vol Nederlandse figuranten hier naartoe heeft gevlogen. Met wat sta je hier dan? Nou, met een hele grote groep. Ik denk met 100 figuranten, Spaanse figuranten. Dus er is ook een vertaler op set die de hele tijd het vertaalt. Want dat is wat de vertaler doet. Spreek jij zelf eigenlijk een beetje Spaans? No. Dos tequila, por favor. Gracias. Nou, als we daar toch mee bezig zijn, kom maar door. Hey, en wat kan je een beetje vertellen over jouw rol? Je bent de dochter van Frida, heb ik begrepen. Ja, ik speel Anna. En Anna is best wel een braaf meisje die gewoon lekker dacht dat ze op een soort van boeddhistische retreat ging met haar beste vriendin. Maar niets bleek minder waar. En opeens is ze in de Costa. Ja, en... Ja, helemaal goed. Okay. Dankjewel. Ik zie je later wel. Veel plezier. Doei. Ja, dat is ook hoe het leven werkt. Als je tijdens het draaien op de set staat te draaien, kan ze zo worden meegenomen. Wij gaan naar de Costa. Anna kan dit. Costa? Het is daar één groot hormonenfestival. Straks komen die meiden terug met, ik noem maar wat hoor, chlamydia. Want het heeft niks met liefde te maken hoor, wat ze daar doen. Daar is het gewoon hop erop. Neuken, 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 neuken. Trudy, vind je het goed als ik heel even mijn klasje afmaak?